Hoi. Ik ben Chavez. Ik ben Rachely. Mag je knuf geven? Ja, tuurlijk. Hey. Jeetje, wat ben jij groot. Hoi. Hoi. Leuk. Wat was je naam? Inderdaad. Chavez. Chavez. Ik heet Rachely. Rachely? Ja. Oké. Leuke naam. Dank je wel. En ziet er goed uit. Dank je. Ik vond het gewoon moeilijk, zeg maar, om iemand te vinden die bij me past. Of mm-hmm. die wel met mij wilt zijn, zeg mm-hmm. maar. En ik was niet zo'n vrouwenflirt, zeg maar. Nee? Nee, dat ben ik echt niet. Nee? Nee. Oké. Ik vind het gewoon moeilijk. Kan een meisje mannelijke vrienden hebben? In een relatie? Ja. Nee, ik vind niet dat dat kan in een relatie. Nee. Oké. En bijvoorbeeld, weet ik veel, je vriendin die zegt... ik ga een weekendje naar Barcelona met mijn beste vriendinnen. Ja, met bepaalde regels, toch? Elke uur jou een appje sturen of zo? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, contacten is wel belangrijk, ja, mm-hmm. als je weg bent. Ik hou van huisdieren. Ik had, yeah? Ik had een papegaaitje. Oké, schattig. Ja, maar hij was overleden. Oh, je zorgde er niet goed voor. Oh. Ja, hij heeft ik mag helemaal niet lachen. Oh. Maar, sorry. Maar wat voor ongeluk? Ik kan er echt moeilijk over praten. Het is echt een heftig ongeluk. Oh. Maar wat is er gebeurd? Ik vind het moeilijk om het te vertellen. Ik zeg mm-hmm. je eerlijk. Het hoeft ook niet hoor. Als je dat niet wil, dan hoef je dat ook echt niet te vertellen. Ja, het is gewoon een ongeluk. Hij is gewoon dood. Ja, Pablo. Zo heet hij, mijn vogel. En gerot hoor je. Ja, zoals ik al zei, ik ben niet zo'n prater met vrouwen. En, ik vind het moeilijk om snel op een vrouw af te stappen. Mm-hmm. Waar ben je dan het meest bang voor? Ik ben het meest bang voor om afgewezen te worden voor wie ik ben. Nou ja, je bent er nu nog steeds. Ja, toch? Precies. Dus. Ja. Oké dan. Dat was een kleine voorproefje, toch? Ik vind het heel stoer van je. Dat je dat hebt gedaan. Ik zie wel dat je me leuk vindt of zo. Of dat je interesse toont, zeg maar. Ik merk dat we wel elkaar in de ogen aankijken. En... jij doet dat niet altijd. Dus heb je dat door? Ik heb het niet echt door. Misschien is dat niet bewust. Zoals nu net ook niet, toch? Ja. Maar, het is, zeg maar het is niet altijd zo. Maar het is me al twee keer opgevallen dat je dat dan niet doet. Vind je dat fijn? Als ik dat wel doe? Ja, ik vind het wel fijn als je een gesprek met iemand voert... dat diegene je aankijkt. Ja, dan wel. Dan kijk ik je aan. Ja. Popchamping. Oké, je hebt gewonnen. Oké. Ik ben benieuwd naar je opdracht. Je moet een halve minuut heel lief tegen die plant praten voor 30 seconden. Lieve plant, je bent echt mooi. Lekker groen. Lekker groen? Wat een schatje, een mooie pot. Ja, ik vind je echt heel mooi. Je laatste lieve woorden? Ja, ik hou van je. Nou. Toch maar een beetje iets doen beneden. Sporten? Klein beetje. Oké, ik kom zo naar je kijken, ja? Is goed. Nou, je doet goed hoor. De afgelopen tijd zijn we samen en ik heb het heel erg superleuk. Vooral gisteravond. Verder hoop ik jouw hart te kunnen veroveren en met jou nog meer liefde te ontdekken. Oprecht heb ik dit nog nooit zo gevoeld. Het liefst pak ik je vast en eet ik je helemaal op. Kusjes en ik zie mogelijk wel een toekomst tussen ons. Liefst, Chavez. Oh, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ga je wel een knuffel geven, want ik vind het heel lief. En attent dat je dat... voor mij geschreven hebt. Mm-hmm. Oh, jeetje.
Ja, ik had wel nog een beetje twijfel natuurlijk. Waar twijfelde je om? Of jij... Ik vind je echt een hele lieve jongen. Je hebt echt een hart van goud. Alleen ik weet niet of wij dat samen bij elkaar passen. Ik weet niet, dat voel ik nu niet. Nee. En ik weet ook niet of er meer in zit dan dus vriendschap. Ja. Is iets wat ik daaraan kan doen? Nee, dat denk ik niet. Want zeg maar, jij en ik, dat we echt een happy koppel worden, dat zie ik niet voor me. Nee. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.